Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Volgens mij heeft deze vent een poepie gedaan. Ja. Hij was vanochtend chagrijnig-achtig. En ik heb gisteren al de logo gesproken. En het is gewoon beter om het vandaag even niet te doen. De logo-afspraak bedoel ik dan. En ja... Het is beter voor hem om heel eventjes gewoon thuis nog te zijn. En zo min mogelijk indrukken. Ook omdat hij donderdag een afspraak heeft. Komen ze hier alle attributen inmeten bij hem. En moeten we eventjes, moet hij gewoon presteren. Dus ja, dan moet hij gewoon zichzelf een stuk beter voelen. Dus ja, dat gaan we doen. Maar voor vandaag nog even lekker rustig aan, relaxed. En lekker zijn gangetje laten gaan. Maar goed, Liam die ligt in de box, ligt te spelen. En ik ga heel even Jordi zijn luier doen. Zo. Ik ben Jordi even fruitje aan het geven. Er zit... Och, wat zit er nou ook alweer in? Appel, peer en pruim. Ja, en Liam krijgt dadelijk hetzelfde. Dat heb ik ook al klaarstaan. Ik denk, ja, dan maak ik gewoon voor twee kindjes, hè? Ja. En Jordi, die heeft vandaag iets meer buikpijn. Maar dat is nou eenmaal zo. Moet je mij nou de hele tijd aanduwen? Is je enthousiast? Hier, daar gaat hij weer. Dat is niet een tik dat hij dat moet doen of zo. Dit is gewoon enthousiasme. Alleen ik zit er toevallig naast. Maar dat is niet erg. Ja, ben je weer een hapje. Dit zijn geen tikken van hem of zo hoor. Dit doet hij gewoon niet expres. Dit doet hij echt puur uit enthousiasme. Maar in ieder geval, ik ga eventjes verder hem een fruitje geven. En dan is Liam zo dadelijk aan de beurt voor zijn fruitje. En dan... ja... Hé, jongen. Hij was vroeg op vandaag, dus hij is een beetje chagrijnig af en toe, want hij is alweer moe. Dus, dat. Liam is ondertussen ook lekker fruitje aan het eten. Let niet op de rommel op de achterkant. Ik ben ondertussen bezig, maar ja, mijn kindjes moesten eten. En dat gaat allemaal voor. Ja. Die zit lekker in een stoeltje. Doen we ook eten geven, hè? Ja. Lekker eten. Ja. Jij bent ook appeltje en peer en een pruimpje aan het eten, hè? Dat is lekker. Lekker vers fruit, hè? Mama gemaakt voor jou en Jordi. Ja, is lekker, hè? Hap, goed zo. Ik vergeet trouwens ook altijd dat muziekding van Liam uit te zetten. Wordt Niels wel eens chagrijnig omdat ik dat doe. Maar ik heb daar verder geen last van. Want ik hoor het eigenlijk niet eens meer. Net toevallig dat het me opviel. Ja, lekker in een stoeltje zitten, hè. Ja. Lekker eten. Lekker, lekker, lekker. Zo lekker allemaal, hè? Ja, hè? Volgens mij ben je echt zo iemand die alles eet. Als de mond maar niet stil hoeft te staan. Oh nee, hoe is de ballon weggevlogen? Oi, 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 nonny, nonny, buddy. Ai, 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 probleem. Jordi krijgt nu zijn flesje. En hij is een beetje in een melige bui. Kijk maar, want als ik dit doe, dan moet hij al lachen. Kijk je uit. Jij ging niet verslikken. Oeh, kijk uit. Wil je nog een beetje?
Je moet je niet verslikken, je moet gewoon drinken. Maar hij is dus in een melige bui. Hij moet om alles lachen wat hij tegenkomt, dus dat betekent dat hij hartstikke moe is. Heb je hem op? Nee toch? Je hebt hem toch nog niet op? Je hebt hem wel op. Hoe kent dat nou? Snelle Gerritje. Snelle Gerritje. Snelle Gerritje. Hij is hartstikke melig. Men doen. Kijk je uit. Hij doen. Hij gaat hier helemaal stuk. Men doen. Jordi, waarom doe je zo lachen? Jordi, wat doe je nou? Normaal als ik dat doe, dan mag hij echt niet zoveel, hoor. Hij is echt moe. Als hij moe is, wordt hij melig. Hij gaat helemaal stuk. Ik doe helemaal niks. Hij gaat helemaal stuk. Wat doe je nou? Ben je allemaal snot? Ja, ba. Ben je aan het doen? Ja, waarom doe je dat nou? Ben je aan het doen? Hij gaat helemaal stuk hier, hoor. Hij gaat hier helemaal stuk. Maar zit je daar wel te lachen? Zit je allemaal te lachen? Ik doe verder helemaal niks, hè. Ik doe alleen maar dit. Jordi die is al vrolijk wakker geworden, hè? Ja. Ze had vandaag heel goed gepoept. En ik ben nu boerenkoolstampot aan het maken. En Liam die ligt hier in de box. Te spelen. En ja. Even verder met mijn boerenkool. Zodat dat ook weer klaar is. En dan... Dadelijk komt Niels weer thuis en dan kunnen we eten. Liam krijgt vandaag ook voor het eerst boerenkool. Ik ben benieuwd. De kindjes die liggen inmiddels in bed. Wij zijn ook inmiddels toe aan ons bedtijd. Straks hebben wij met z'n vieren lekker aan tafel gezeten met eten. We hebben lol gehad. Je hebt Liam eten gegeven, ik Jordi. Yes. En we hebben zelf gegeten. Ja. En Liam vond het echt superleuk, hè? Mm-hmm. Die vond het echt helemaal geweldig, dit. Die was aan het brabbelen tijdens een hap. Wel, overal de boerenkool heen. Had vandaag hebben we boerenkoolstampot gegeten. En dan heb ik voordat ik de kruiden en alles er doorheen deed, heb ik alles er al uitgehaald voor Liam. Zodat hij nog niet zoveel last daarvan heeft. Maar hij heeft verder echt supergoed gegeten. Vond het super lekker. Mm-hmm. En hij had de grootste lol. Maar ja. Dat hebben we ook wel gemerkt, want ze mochten daarna allebei de douche in. Ja. Ze waren echt vies. Vies kindjes. Nou zijn ze weer schoon. Ja, ze zijn nu weer schoon. Jordi had wel wat moeite om in slaap te komen, want hij poept best veel. Of hij laat veel scheetjes. En dat is alleen maar goed. Maar hij heeft er gewoon zelf last van. Ja, dus hij moet wennen aan de nieuwe situatie voor hem weer. Ja. Dus maar dat gaat op zich gaat dat wel goed, hè. Mm-hmm. En ja, voor de rest, Liam die lag al om 6:45 in bed. Ja. Ja, was moe. Dan gaat hij maar naar bed toe. Dus ja, we kijken ook wat dat betreft wel naar de kinderen, hoe en wat toch. Ja. Nou, hoe ze doen van ben je moe, oké, dan ga je naar bed. Dus, maar ja. Ik ben nog even wezen sporten. Ja, dat klopt. En de kindjes die zijn daarna gewoon lekker, zijn gewoon lekker rustig geweest. Mm-hmm. En ja. Bedtijd.
bedtijd. Morgen weer fysio, dus we gaan lekker slapen. Welterusten. Slaap lekker allemaal. Een hele goede morgen. Wij zouden eigenlijk naar de fysio gaan. Nou komt de fysio hierheen omdat ik Jordi vaker moet verschonen. En ze zei ja, zegt ze, dan kom ik wel gewoon naar jou toe. Dus dat is super fijn. Jordi is al op daar aan het wachten volgens mij. Dus ja, gaan we even een stukje filmen ervan. Ben je aan het wachten op Kim? Ben je aan het wachten op Kim? Kim komt eraan, Jordi. Ben je aan het doen? Boom. Ja, dat is niet slim. Ja, daar staat een deur. Jordi is nu lekker aan het spelen. Hij heeft heel erg hard geoefend met de fysiotherapeute. En hij vond het heel leuk om met haar te oefenen. Hij had weliswaar dat hij wel af en toe liet merken dat hij buikpijn had. Maar ja, hè. Het is zoals het is. En nu ga ik hem een fruitje geven. Weliswaar uit een potje. Want het is nu een beetje laat aan het worden. En dat geef ik hem staand, want hij laat zien dat hij niet wil zitten. Tenminste, niet in een stoel wil zitten. Dus die heb ik ook even aan de kant gezet. En dan ga ik hem daar even geven. Je hoort hem ook al zeuren. Dus ik ga even aan de gang met hem. Oh, en kleine Liam ligt lekker te slapen. Lekker rustig. Jordi had weer eens een lachkick. En die ligt nu lekker in zijn bedje. En Liam die is nog wakker. En die is ook lekker vrolijk. Hij heeft wel al even geslapen hoor. Maar hij heeft zijn fruitje gehad. En hij krijgt zo een flesje. Hi Liam. Liam, hallo. Ben je aan het kwijlen? Ben je aan het doen? Liam, ben je aan het doen? Hij zit nu heel eventjes zo, zodat hij eventjes iets te doen heeft. Want hij vond de box niks meer aan. En hij wou ook niet in zijn stoel blijven zitten. Dus dan zit hij even hierin. Liam, hallo, hallo, hihi, lekker ding. Wat is er? Oh, daar is je tut. Heb je mijn vriendje de rode vis? Is je tutje dan weg? Oh, zal mama jou redden en helpen? Dat ga ik eventjes doen. En dan ga ik eventjes een flesje zo maken. En dan ga je even een leuke flesje drinken. Ja. Oh, echt waar? Dat meen je niet. En toen? Passen ze alle drie in je mond. Oh, oké. Okay, toch niet. Oh. En toen? Oh, ja, ik weet het ook niet. Ja, moet mama jouw tutje pakken. Ja, dit wordt echt een doerak hoor. Au, oh, oké. Okay. En je kan ook echt praten met je handen in je mond, hè? Nou, vertel maar. Wat wilde je vertellen? Nee, daar zit alleen nog maar poeder in, jongen. Daar komt niks meer uit.
Zeg maar nog meer. Hij heeft net zijn flesje op, dus hij heeft eventjes de energie voor 10. Oh. En toen? Ik ben met Liam bezig een lange vinger te laten eten en hij vindt hem super lekker. Jordi heeft ook een lange vinger. Die is ook aan het lekker aan het klooien. Ben je het lekker, Liam? Hij is er helemaal wild van, volgens mij. Ik heb straks niet meer gefilmd en dat was meer een deel omdat Jordi een beetje chagrijnig was en het ging allemaal vlot hier en ja, het was gewoon heel even niet gehaast, maar het liep gewoon even allemaal zo dat je niet erbij nadacht van ik moet even de camera erbij pakken. En maar we hebben de kindje eten gegeven, we zijn even naar de winkel geweest. Zelf gegeten en toen was het alweer tijd dat Liam naar bed wilde. En we hebben een papegaai. We hebben een papegaai hier. Let op, komt ze aan. Wat moet je? Ik ga nou eens weg. Je bent zo vervelend af en toe, hè? Stok. Maar, ze is hartstikke lief. Ze is super lief, hoor. Maar ze wil altijd overal met een snavel bij zijn. Maar ja, uiteindelijk ben jij nog even naar een vriend geweest. Heb ik nog even opgeruimd. Niels heeft nog even geholpen met opruimen. En toen had ik even geëdit. En nu is het tijd om de vlog af te sluiten. Want ik ga zo naar mijn nest. En jij ook, denk ik. Ja, zeker. Dus bij deze gaan we deze ups en dan afsluiten. En deze even de mond snoeren. Hou op! En wij gaan lekker naar bed. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.